Er gaat iets groots gebeuren in je leven en dit is het. Alle bedrijven die nu groente in hun producten verwerken is door mijn uh, Toen heb ik de telefoon opgenomen. Toen heb ik gezegd: Maakt niet uit wat het kost. Ik heb andere prioriteiten. Ja. Ze is een van de dragons van het TV-programma Dragons Den. En succesvol ondernemer en investeerder. En ze is mijn gast, Manon van Essen. Welkom bij 7D-TV. Manon, van harte welkom. Leuk Dankjewel. je weer te zien. Ja. ja. Het is niet de eerste keer dat je op CVD bent. Nee. Uh, de allereerste keer. Hoe is het met je trouwens? Om te ja. beginnen. Goed. Ja. Goed. ja. Um, de allereerste keer dat jij op CVD was, toen was je 25. En toen, stel, toen stelde ik jou een vraag over. Uh, de, uh, toen hadden we een gespreksonderwerp en het ging over pensioenen. En uh, toen vroeg ik jou of dat voor jou zeg maar, relevant was en wat je daarvan vond van pensioenen. We gaan, uh, we gaan heel even kijken naar wat mijn toen zei. Heb je nee. iets met pensioen geregeld? Of nee. is dat echt voor jou zoiets van. niet interessant, niet relevant? Nee, is echt niet relevant voor mij. Nee. De, het mag klaaien dat ik al klaar ben. Ik bedoel ja. Oh ja? Ja, 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 ja. 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 Je bedoelt dat je dan al zoveel centen verdiend hebt. dat je ja. dat het gewoon allemaal geregeld is? Ja. ja. En als dat niet zo is, dan zien we dan wel. Nee, ik zie dat niet als. ja, ik denk daar gewoon niet aan. Nee. Zou me, ja. Als ik ga, al vanuit ga dat het niet lukt, dan. Uh, dan zou ik niet in mezelf geloven. en dan zou, ik dus niet, uh, dan zou ik dus denken dat wat ik doe, dat ik daar niet goed genoeg in ben... om dat wel te laten slagen. Het is dus gelukt. Ja. Ja, hè? Je, ja. Hebt, je, je hebt je pensioen geregeld. Ja. Zonder dat je daar, uh, zeg maar, 30, 40 jaar voor moet werken... en netjes geld opzij moet leggen. Het is gewoon gelukt. Ja, dat is gelukt, ja. Maar is dat dan... Want jij zegt in dat clipje ook hè, van, ja, weet je... Uh, eerst de brutaliteit van, ja, ik mag leiden. Dat het, weet je, ik ga het gewoon doen. Maar ten tweede ook van, ja, je denkt ook niet na over het scenario... Uh, als het niet lukt, zeg je zegt van ja, maar dan geloof ik ja. Dat zou ik eigenlijk nu soms wel wat meer nog willen. Die mindset, zeg maar. Ja, ja even wel cool. Eigenlijk als dat nu zo zie van, jo, je, uh, zou die nu nog wel de hem verloren. Een beetje, nee, niet verloren, maar ik denk wel vaker naar over risico's. Ja, hmm. ja, uh, want die heb ik wel meegemaakt, denk ik. Risico's. ja, natuurlijk. Ja, je ja. 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 dus was toen nog bezig met Handwriter, ja, uh, een app. Je, je zei toen toen je met Madjone begon, want we gaan het even de hele levensloop zeg ja. maar tot nu toe met je door. Uh, 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 jij zei toen dat je dat op een gegeven moment heb je dat verkocht is dat echt een succesvolle verkoop geweest of was het meer van, moeten moet er vanaf, of hoe is dat nee, gelopen was Nee, toe? toen een keer had iemand uh, iemand van de investeringsfonds had over uh, mij geschreven in het uh, in het FD yeah. nee hey, superleuk, maar het vroeg niks toe aan de wereld en toen dacht ik, oh, ja, ja eigenlijk heb je wel een punt hmm. uh, en toen dacht ik ik vind het eigenlijk zelf ook niet zo leuk, word er niet gelukkig van van het hele programmeren, je nee. ziet niemand letterlijk en toen uh, gewoon uh, van de hand kunnen doen, klein bedrag voor gekregen, niks niks, niks. Nee, doen precies, nee geen pensioen. Nee. Nee, nee, nee. Uh, voor de duidelijkheid, Handwriter, was dan een soort app waarmee je dan. Het was dat is best wel dat is best wel cool. Acht of negen jaar geleden. Het was toen echt wel top. Want jij zei toen van de ga ik als een soort plugin. Voor overal als jij uh, bij Greets een kaartje ja. of je gaat bij Coolblue iets bestellen en je wil een handgeschreven dingetje. En dan in jouw handschrift, die jij ja. digitaliseert in feite mensen hun handschrift. handschrift. Ja. En het werkt ook. Ja. Dat is ja. best wel cool. Ja. ja, en jij hebt dat geprogrammeerd ook, van gedit. Het begin een ja, groot deel, ja. Ja, ook gecodeerd. Ja. Um, en toen kwam Magioni uh, in beeld. De, ik denk dat dat langzamerhand bij veel mensen wel bekend is. Ook hier weer een Kort fragment uit een ander gesprek, dan praten we inmiddels over vijf jaar geleden. Toen was je al zeg maar iets gegroeid qua leeftijd, gaat vanzelf. Uh, en toen had je het over hoe dat eigenlijk in, in de kern, zeg maar in, de, in het kiemetje, hoe dat is ontstaan, dat idee. We gaan, okay. heel, even, we gaan heel even kijken. Ja, ik, uh, ik zat met vriendinnen in een kroeg en ik had mijn vorige bedrijf verkocht. En toen uh, zaten we na te denken over van uh, eentje, een van mijn vriendinnen is altijd op dieet, dus valt nooit af. En toen zei ze, ze had op een gegeven moment dat ze met, met een tweede glas of derde glas wijn, had ze ineens het, uh, de Heilige Graal gevonden. Van dat komt. Want zij houdt niet van sla. En als zij dus pizza kon eten uh, met dezelfde calorieën als sla. dan, dan was zij dus wel afgevallen. Hè. En dan, uh, dan zou ze dus elke dag pizza eten. Dus wij moesten er keihard om lachen. En toen werd ik wakker. En toen zat ik op de bank een tijdje later. En dacht: hé, hey, die gezonde pizza, er zit echt wel wat in. Dus ik ging uh, online zoeken. En toen bleek dus op Instagram dat er al meer dan 14.000 recepten waren van bloemkoolpizza. Hoeveel ideeën heb jij per dag? Ja, echt te veel. Ja. Hè? Ja. Is dat nou is dat nou goed? Is dat handig of niet handig als ondernemer? Nee, is niet handig? Het is een maar, vloek. Ja. Ja, denk het wel. Kijk, ik weet ook wel van als het uh, als het heel goed met mij gaat, dan krijg ik op een gegeven moment dan krijg ik wel minder ideeën. Dus het heeft ook wel te maken met hoe je in je vel zit. Als het goed gaat, heb je minder ja, dan ideeën. Heb, ja, of zeg maar. Dan heb ik hele, dan gaan de ideeën over één ding. Ja, ja. En als het wat meer ah. goed gaat, gaat het over de hele, de hele wereld, zeg maar. Ja, ja. Dan wordt het stuurloos. Ja. En word je er wel eens gek van dan? Zo gek van mezelf. Ja. 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 Zullen we Marjoni eens even uh, ontleden, even de kern eruit halen, qua even een aantal dingen. Wat zijn de belangrijke onder? Want even schets even wat er. Hoe lang heb je Marjoni gedaan? Drie jaar. Drie jaar. Dat is heel kort. Ja. Kun je even in, het, in ons in heel snel doorheen loodsen wat daar belangrijke sleutelmomenten zijn geweest? Ja, ja ik, had, ik kwam uit een uh, verkoop van een ander bedrijf. Ook niet noemswaardig verkoop, maar daar kwam ik uit. En toen had ik toch het gevoel dat ik zeg maar, steeds de ideeën had. en altijd uit mijn eigen bedrijf werd gezet. Of dat, dat iemand het wilde kopen en dat ik dan dacht: oh, ik heb toch zoveel ideeën, pak maar, ik, next, uh, ga ja. weer door. En toen dacht ik: nee, ik wil gewoon iets doen en dan wil ik heel groot maken. en dan wil ik echt groter maken dan mezelf. En toen zat ik binnen no-time weer in een aandelenconstructie met iemand anders. En toen dacht ik, ja, dit is echt niet mijn scene hoor. Gaat het weer hetzelfde, dat ik straks weer eruit word? Uh, en toen heb ik eigenlijk heel vroeg tijdig geregeld van, oké, okay, wij gaan uit elkaar. Ik krijg 100% aandelen. Ik denk dat dat heel cruciaal is geweest voor ons. Dat is maar Joni hebben het nu ja. over. Dus eindelijk aan het prille beginnen al. Heb je die tweede daar da, da zat al eh, eind... Heb Ik geleerd van mijn fout eigenlijk. En dat was denk ik wel dat ik dacht oké, okay, ik ben nu voor mezelf opgekomen. Dit, dit is het zeg maar. Dit moest het ook worden. Dat gewoon het besluit van er gaat iets groots gebeuren in je leven en dit ja, is het zeg maar. Maar dan wil ik wel 100% van de aandelen hebben ja, want en direct, zelf toen, ja. ja, en dus maar er zat al iemand in. Nee, ik had gewoon weer met een vriendin dat bedacht. Ja, een toen... Ja. Dat is, is een fout die we veel horen, dat je vanuit een soort enthousiasme... En, dus naïe... voor je het weet zit er iemand in je bedrijf? Ja. ja. En dan, ja. Maar dat, dan zou je kunnen zeggen van ja, maar als dat, als dat past en het vult elkaar aan en de, en, de, en de rolverdeling is evenwichtig en je doet het echt samen, dan kan dat ook goed gaan. Ja, dat kan ook heel goed gaan, maar ik weet niet of dat dan iets voor mij is, omdat ik wel best wel meningen heb. Ja, 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 het is moeilijk samenwerken met jou, zeg je? Um, nou, ik vind het heel makkelijk, maar... Om met, je, ik... om met jezelf om te draaien, doe je, je heel makkelijk, of? Nee, ik denk dat het wat het punt is, is dat ik zie iets voordat het er is. Dus ik ben soms al ergens waar niemand nog is. En, en dat, dat is soms moeilijk meenemen met een realistische kompion bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Terwijl aan de andere kant kun ik zeggen van die realistische kompion is dan heel handig, want dan je je hebt ook het risico dat je dan te hard vliegt of minder focus hebt of dat het kan ook een aanvulling zijn. Ja. Maar dat was het in dat geval niet. In dit geval, nee, dit was gewoon iemand die had een idee... en die wilde in loondienst blijven werken, ja. terwijl ik dat bedrijf deed. Dus het was een hele andere situatie. Toen was jij 100% eigenaar. Ja. Nog meer les. Dus de tip 1 is, als je een bedrijf start of laat groeien... doe dat niet te snel met mede-aandeelhouders. Ja, of denk goed na over de consequenties daarvan. Ja. Of hoe je, denk na nou hoe je bedrijf wil starten en leiden en groeien. ja. ja. Ja, maak het plaatje dus. Yeah. Schets het plaatje wat yeah. er nog niet is. Yeah. Maar dat is best moeilijk. Yeah. Wat was je eindplaatje van Magioni toen je net startte? World Domination. World Domination, hè? Yeah. Iedereen aan de groentepizza. Ja. Yeah. Um, en nog meer lessen die je geleerd hebt uit dat traject van Magioni, als je terugkijkt? Koester, uh, koester wat je hebt, zeg maar. Dat het wel uh, heel bijzonder is als je iets hebt wat heel goed gaat. Dat dat echt wel heel, uh, heel... Hoe goed ging het? Nou, ja, kijk, als je kijkt naar dat Majoni is de start geweest, dat alle bedrijven die nu groente in hun producten verwerken, is door Majoni. Je hebt gewoon een markt gecreëerd. Van, ja, en dat is echt nu, de, de wereldspelers doen dat. Dat is gewoon Allemaal base pizza. Ja, of, of rijst, of pasta, of ja. brood, dat was er allemaal niet, hè? Ja. Dus er waren geen groenteproducten in de supermarkt. En als je kijkt wat voor categorie dat nu is. Jij was als een van de eerste bij. Ja, en de grootste. Heb je. Heb je te vroeg verkocht? Op tijd verkocht? Uh, ik denk dat ik... Kijk, bij mij speelden een aantal dingen. Dus ik denk dat ik goed heb verkocht. Gewoon als je een goede prijs krijgt voor je aandelen... heb je denk ik altijd goed verkocht. Ja, de vraag is ja. wel een goede prijs voor je aandelen natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, het ding is dat wel voor mij dat het... Vanuit een verse pizza is het heel moeilijk om andere categorieën in te gaan. Dus als jij bijvoorbeeld gedroogde rijst hebt... is het makkelijker om gedroogde pasta in te gaan. Maar vers is gewoon een andere van sport. Dus dat is hetzelfde als dat je van een tankstation niet naar een supermarkt kan. Ja. Omdat dat moeilijk is. Dus je kon lastig schalen of ja, breder uitrollen? Ja, lastig, okay. ja. Um, dus ik denk dat, dat het voor mij goed was en dat de reis af was. En dat ik er alles wel heb uitgehaald wat ik kon. En ik had nog wel tien jaar door willen gaan eigenlijk in de ideale situatie. Maar dat bleek ook dat dat wel moeilijker was dan gedacht, zeg maar. Omdat je dan in een scale-up of dat, tenminste dat je dan echt harder moet gaan. Dan wordt een andere dynamiek. Uh, da, daar ben ik niet zo bang voor, maar meer dat het verse pizza van hier naar Spanje brengen is gewoon Oh, moeilijk. zo op die manier? Het is gewoon logistiek moeilijk. Ja, 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 ja. Dus daar heb je echt wel mensen bij nodig die dat kunnen. Wat heb je geleerd van het verkooptraject? <laughs> ja, dat je heel snel boetes krijgt als je te veel zegt. Dus ik kan er niet al te veel over zeggen. Maar waar ik wel, Waarom ik... mag, hoe zeg je nou? Je mag er niet altijd veel over zeggen? Nee, je mag je er niet altijd veel over zeggen. Hoezo, maar... nog steeds niet? Nee, nu, nu wel. denk Ja, nu wel trouwens, is te lang geleden. Maar uh, wat ik heb geleerd, ja. Pff, dat is eigenlijk mijn grootste les uit mijn leven. Maar waar, want je kreeg net meteen beelden. Ja, vertel het is, eens. Ja. En gewoon wat ik gewoon voor me zie, is dat je gewoon in een, in een ruimte zit met zoveel advocaten. En dat het gewoon, wij, zeg maar, dat ik s'nachts moest rijden naar, naar, naar de boord in Duitsland. Onderhandelingen doen, het liegen naar het team. Het was gewoon een, een leven aan zich. Gaan ja, liegen, ja, het, ge het geheim houden. Ja, dat ja. Ja, is lastig. Ja. ja, en met name wat ik heel erg koesterde aan mijn Johnny, is dat het zo uniek was: de, de cultuur die we hadden op kantoor. Dat iedereen was 100% committed. En het voelde voor mij een beetje als vals spelen, zeg maar. Van, ja. Ik was van boord en de rest zat nog in de boot. Zielverkoop dus aan de duivel. En Hoeveel niet. mensen had je in dienst? Niet zoveel. Tien. Ja. 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 En heb je die onderhandelingen zo helemaal zelf gedaan? Grootendeels wel met samen met mijn investeerder. Okay. Uh, is dat een... die nu ook in het investeringsfonds nog zit? die ja, heeft niet die Sligro. Die, uh, ja. die heeft natuurlijk heel veel aangekocht en verkocht en een M&A-partij. Dus ah, en okay. advocaten. Ah, Oké, okay. dus die, die was gepokt en gemazeld in dat soort trajecten. Ja, alleen wel van, wat je natuurlijk ook leert, is van dat je soms denkt van, hoe kan een meisje uit Nijkerk zonder geld in deze situatie komen? Dat je soms een beetje denkt van, dit is een film. Dat dacht ik een beetje, hmm. Kon ik hier komen? Terwijl je toch heel goed bent in het projecteren van beelden die er nog niet zijn. Dus even terug naar de hamvraag toen je net met Johnny begon. Je zei van world dominance, maar dan had je dit soort beelden had je toch niet concreet gemaakt? Nee, ja, meer dat het juist zo concreet was dat ik dacht, ik heb het gewoon gedaan, zeg maar. Dat was meer. Ja, ja, ja. Ik heb al mijn dromen waargemaakt en misschien nog groter dan dat ik dacht. Ja. Je staat nu te boek bij de quote uh, dat je 2,2 miljoen hebt of zoiets. Ja. En ja. Ja, kun je dat nog? Kun je dat nog ja, ik snap de complexiteit vaak van dit soort vragen, hè? want het heeft te maken met wat bezit je. Ja, aan, ja, weet ja. Ik veel. Je hebt een huis hier en een bedrijf daar en er zitten. Maar komt dat in de buurt? Uh, nou, kijk, wat bij mij, wat ik een grote les is geweest, dat ik natuurlijk een deel in mijn urnaat had zitten. En dat we daar uh, problemen mee hebben gehad. Omdat? Uh, omdat die niet gehaald is. Aha, je moest en, met vier corona, vrouwen of zoiets. Met corona ook. Ging ja. ze toen minder pizza eten. De Supermarkten, dat de, de kan niet naar het buitenland met ah, dus nieuw. Dus die groeiplannen zijn niet gehaald. Nee. En er was nee. een flink gedeelte urn-out. Dus een flink, en er was natuurlijk mijn eigen naïviteit. Dat ik dacht dat ik dat wel kon. Ehm. Um dat hebben ze goed uit onderhandeld dan. Goed uit onderhandeld, ja. ja. goed, goed meegegaan. Want iemand. voor duidelijkheid, voor de mensen die kijken, dokter uh, is Utker. Not, Utker, hè. Ja. En, en leg even in, in simpele taal wat een earn-out. Want er zijn ook een paar mensen nu aan het kijken die misschien niet zo thuis zijn ja. in dit jargon. Hè? Wat wat houdt een earn-out in in een verkooptraject? Ja, even koop je bedrijf en dan krijg je een deel upfront. Ja. En een deel in je inhoud. En dat betekent dat je nog een paar jaar aanblijft. Ja. En dan moet je bepaalde resultaten halen. En als dat lukt. En dan krijg je bonussen voor. En je krijgt dan, je verkoopt dan nog een laatste deel voor het bedrag wat het dan ja. waar je voor afspreekt wat de valuatie is. En dat is. was hem eigenlijk niet zo'n zo goede deal. Nou, het was een hele goede deal op papier. Ja, ja. ja als ja. je het zou halen. Ja. ja, en dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Uh, natuurlijk ook door heel veel dingen. Mm -hmm. En uh, ik beviel met zes maanden, dus ik kreeg ook een medisch traject erbij. Uh, maar goed, daar kan je natuurlijk allemaal. Dan kan je achteraf allemaal overlullen en dat is natuurlijk allemaal shit dat dat gebeurd is, maar het heeft me gewoon een super goede les geleerd van dus dat vermogen ja daar kijk ik dan naar en dat ik denk fuck ben ik zo arm oh ja ja ik zie het als slecht ja, 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 ja. maar je bent miljonair ja tuurlijk. ja multi ja ja je zei net uh, maar dan zeg maar dan nog want in je hoofd dat is dus in mijn hoofd ben ik soms verder dan dat ik dan ja, ja. zie en dus dan jij, vind ik het kut ja je weet gewoon weinig ja, dan denk ik, ja, oh, slecht, ja, en ik denk oh kut. Ja, slecht gedaan. En ik heb mezelf, denk ik, wel twee jaar verweten dat ik dat heb gekregen. Zeg maar dat ik dan die vroeggeboorte heb gehad. En dat ik dus niet heb beloofd wat ik. of niet gedaan heb wat ik heb beloofd aan iedereen. Dus ik heb dat beloofd aan. Ja, aan mijn team, met name. Van wij gaan dit doen, wij gaan dit bewerkstelligen. En, en met de grootste pizza producent ter wereld. Van hoezo lukt je dat dan niet? Als je al die kaarten hebt, zeg maar. Dat. dat Voelt als falen. Voelt als falen, ja. Hoe, wat voor impact heeft dat? Want je vertelt even heel snel, maar een vroeggeboorte. Ja. Uh, je zei voordat we dit gesprek starten, al iets dat je een soort van lastige tijd hebt gehad. Kun je er iets over zeggen? Of wil je dat? Ja, kijk, wat we hadden is op een gegeven moment. Er was corona natuurlijk. Mm -hmm. uh, in, in die periode namen supermarkten geen nieuwe producten op. omdat iedereen naar die supermarkten ging. Dus ze verkochten al heel veel. Mm -hmm. En wij moesten naar nieuwe landen. Maar met, met alle grenzen was dat natuurlijk moeilijk. Uh, toen hadden we afgesproken met Utker van oké, okay, Utker gaat die pizza produceren. Maar dat moet ook naar meer landen, want het moet meer productie. Maar we deden 20.000 pizza's per dag. En Utker kan dat natuurlijk voor een fractie van de prijs dan dat wij deden. Dus moet je voorstellen wat dat impact had op onze kosten en onze omzet. Nou, mm -hmm. ja, toen ging dat allemaal niet door. Toen dacht ik, ja, moet ik dan nog? Weven hoe lang corona aanblijft. Moeten we dan Benelux gaan doen in een bedrijf waar ik eigenlijk heel lang al Europa heb gedaan. Dus is dat mijn groei, ja of nee? Of zeggen we dan van. hé. Hey, ik ben twee jaar aangebleven, ik zou vier jaar blijven... maar we gaan voor een uur liever en, uh, mm -hmm. uh, en geef het bedrag wat op de ja. ding staat en doei. Daar kregen we een discussie over. Mm -hmm. Toen ben ik bevallen. En toen op een gegeven moment, toen hadden we heel veel advocaten... waren we weer met elkaar aan het kletsen. En te vroeg bevallen? Is dat het, met wat, zes maanden. Dus zes dat is dus zeg maar dat je, dat je kindje eigenlijk meer dood is dan levend. Ja. En ik was zo bezig met deals dat ik eigenlijk aan het werk was op de intensive care. Ik liep constant naar binnen en buiten om met advocaten te praten... En ik weet nog één heel goed moment dat mijn zoontje eigenlijk een hartstilstand kreeg. En dat de arts zei: Ja, je moet bellen met je vriend, want hij gaat misschien dood. En ik zit dus ook weer typisch van het filmpje. Ik zei: Ja, dat gebeurt toch niet, dus ik hoef nu ook niet te bellen. En hij is aan het werk. En dat hij zei: van, Volgens mij gaat dat niet helemaal lekker. En toen daarna liep ik eigenlijk me. Toen zei ik: Oh, en mijn mobiel gaat. Toen ben ik gewoon weggelopen. En toen ben ik met advocaten gaan praten. En toen dacht ik: wat, Waar ben je mee bezig in je leven? Dat je dus geld. Of succes dan zo belangrijk vindt dat je op zo'n moment wegloopt. Van een pasgeboren kindje. Die gereanimeerd wordt. En misschien doodgaat. Ja. Het is best heftig. Ja. En toen dacht ik, nu is het niet helemaal oké okay met mijn hoofd. En toen dacht ik dan, op dat moment realiseer ik me van, dan kan elk geld wat je nog zou kunnen krijgen of wat het misschien waard is, is deze karakterverandering niet waard. Nee. Ben je geschrokken van jezelf? Ja. Dat snap ik. Ik schrik er ook van. Ja. En dat ja. mag niet. Nee. En toen? Uh, toen heb ik de telefoon opgenomen. Toen heb ik gezegd: Maakt niet uit wat het kost. Hm. Ik heb andere prio's. Ja. Hm. Oh, okay, kindje toch? Ja, heftig. Is het goed met het kleine trouwens? Gaat heel goed. Oh. Ja. En toen heb ik dus besloten om even thuis te zijn. Hm. En dat even te doen. Tje. Wil je niet een jankverhaal verhaal. Nee, nee, kom, nee, nee, maar... nee, nee, nee. Maar dit zijn, weet je, het, ik. Het, um... Ik vind het wel heel fijn dat je het zegt, want ondernemersverhalen, dit zijn onderdelen van... Dit zijn sleutelmomenten. En dit is dus hoe heftig ondernemen kan zijn ja. of wat het met je kan doen. Ja, ook in negatieve zin. Ja. Ja, want dan ben je echt ver van, je, van jezelf uh, afgewandeld. Uh, is het echt een keerpunt geweest ook voor je? Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang heb je die... Wat, dus ik wat, heb dus uiteindelijk drie maanden op de intensive care gelegen. Oh. En dan wel, op, zeg maar... Op, zelf raakte dat, zeg maar, ik kan heel goed dingen dan denken dat het goed is. Dus ik kan dan denken inderdaad van, oh, hij gaat toch niet dood, het komt zo goed. Uh, waar hebben we het over? Ja. Dus ik kan me daar overheen zetten. Um, maar dan toch, weet je, van het mag niet dat, dat financiële drijvers, zeg maar, privé aantasten. En ja. dat was voor mij een realisatie van, oké, okay, ik moet mijn leven anders doen. Ja. En dat ging dan niet omdat... Utker fout was. Nee, nee, nee. Weet je, daar ging het niet om. Het ging over van wat doet het met mij? Wat is de rol? Is er een partner uh, in, in beeld, zeg maar? De, een vader? Ja, ja. De, hoe, hoe was dat voor hem? Uh, hij, hij is ook ondernemer, dus hij snapt wel dat je dingen moet doen. Um, maar die denkt ook van het is ook waanzin dat je, dat je niet. Ik kon mijn werk gewoon niet loslaten terwijl ik daar zat. Ja. In corona op Intensive verkeer. ja. En betekende dit moment ook eigenlijk uh, 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 dat, de, dat het afgetikt is toen? Ja, dus in die dag zeg maar, kreeg ik mijn kindje terug, want het ging goed. En daarna genast hij en dat ging helemaal goed, zeg maar. De, de, ik had een bacterie en dat ging helemaal goed daarna. Mm -hmm. En verloor ik mijn bedrijf in een uur, zeg maar, ja. voor altijd. Ja. En, 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 uh, en, en ja, het, dus om het even heel plat te slaan: het heeft je heel veel geld gekost, maar het heeft je veel meer gebracht. Ja, en daarom voelt het ook van een waardering van: ik weet voor mezelf, van, ik heb het veel verder gebracht, het bedrijf, dan dat het financieel is geweest. Mm -hmm. um, en daardoor kon ik heel lang niet trots op zijn. Nee, het plan was anders. Ja, en ik had zoiets van... ik heb dat beloofd, ik heb dat gezegd. Ja. En in mijn hoofd had ik het ook al gedaan. Heb je daar later nog uh, gesprekken over gehad... met stakeholders die toen in dat proces zaten? Nee. Nee, wat is het dan waard, weet je ja. het, wel? En het gaat om een multinational. En er en ja. waren afspraken. En ja. Wat, wat, ja. Zo, harde leerschool dit, hè? Ja. Ja, maar ook mooi. Uiteindelijk moet je dat ik denk dat ik mezelf de afgelopen twee jaar heel erg heb verweten van oh ik heb het niet ik heb me, niet mijn woord gehouden mm -hmm. en dat ik pas een paar weken geleden dacht van maar dat is oké okay. dat kan gebeuren als je kindje dus op een intensieve kerk komt dat jij je nog verexcuseert hiervoor ja wat de fuck, houden ja ja, ja maar ik, het voelde voor mij als falen ja 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 dat snap ja. ik dat snap ik maar uh, er, er zijn belangrijkere dingen in het leven dus dus blijkbaar wel ja, ja. Uh, hoe ver dat dus moet gaan ja, ja. Ja. Um, hoe lang, ik kan me voorstellen dat dit een soort knaller voor je was... waardoor je even uh, be, 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 rust hebt gepakt. Hoe lang ben je echt uit de running gegaan toen? Of ben je wel gewoon een soort van doorgegaan? Uh, hoe is dat toen gegaan? Ja, dus toen... Eigenlijk hadden we dat investeringsfonds al. Ja. Dus dat heb ik gewoon iets meer doorgezet. Mm -hmm. uh, we hadden een aantal starters wel opgezet, dus dat liep allemaal. Maar het bleek gewoon dat als ik ging werken... dat, het, dat ik niet de mojo had die ik had... Uh, en ik ben dus heel erg gaan zoeken: van oké, okay, wat, wat past nou bij mij? Wat wil ik nou doen eigenlijk met deze nieuwe fase die ik eigenlijk krijg? En die vernieuwde ja, ja. kansen? Ga ik daarvan leren? Heb je daar hulp bij gezocht? Nee. 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 Dat niet. Zelf onderzocht? Ja, gewoon wel door heel veel te doen. Hm. En dat ik denk dat ik. Altijd iemand ben geweest die vooruit gaat en dan ga ik doe ik dingen fout en dan leer ik daarvan en doe ik het weer. Mm -hmm. En op die manier heb ik dat gewoon gedaan. Van ik ga gewoon kijken wat ik wil. Um, en daardoor ook misschien in de ogen van anderen van oh, wat is nou aan het doen? Maar dat ik zelf ook een beetje van wat ben ik nou aan het doen. Wat is de allerbelangrijkste levensles om maar even te noemen. Maar als je nu terug. Want, want we dit, dit, dit momentum, zeg maar, met die kleine van je wanneer was dat? Was 2021 of zo? Is het is anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja, ja. Als je nee, daar nu uh, naar terugkijkt, was dan de, de les die je daaruit meeneemt? Dat geld me toch wel letterlijk gestolen kan worden als er echt op aankomt. Hm. Gauw, gouden les. Ja. 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 Maak je een stuk relaxter, misschien ook wel, uh, hoe je erin uh, zit. Ja. Um, wanneer, uh, wanneer had je weer het gevoel van I'm back? Of, of kan kun je dat zo niet zeggen? Ja, ik weet niet of je dat kan zeggen als je dus zoiets meemaakt. Want je bent eigenlijk gewoon, je bent, een, je, bent, nee goed, je bent er een tijdje uit geweest in die zin dat het kindje was geboren, neem maar dat je wel even rust hebt genomen. Maar je bent eigenlijk vrij snel weer doorgehobbeld, gewoon. Ja. ja. Wat, is er een tijd voor, een tijd na? Kun je dat zo zien? Of? Ja, eigenlijk wat, wat ik heb gedaan is dat ik eerst heel veel dingen deed, omdat ik na de verkoop van mijn Johnny dacht: ik ga, punt 1, ik ga nooit meer ondernemen. En dan dacht ik gewoon van ik ga nooit meer ondernemen. Ik ga nooit meer iets opstarten dat is het laatste wat ik in mijn leven Zoek wil. Kom maar uit. Ja. Um, en ik ga investeren. Dat, dat, dat ja? zijn twee dingen die ik dacht. En ik ga meer tijd privé besteden. Gewoon meer aan, aan. Ik ga meer leven. Dus dat. En eigenlijk wat ik heb geleerd is dat ik het leven heel leuk vind. Dus dat ik meer leven, dat dat heel erg bij me past. Mm -hmm. Nooit meer ondernemen past niet zo bij me. Mm. En ik heb geleerd dat, dat ik dan toch beter ga op één ding heel goed doen. En dat. Ook al heb je dus succes en ervaring gehad, dat het geen garantie is dat je dan maar meerdere projecten kan doen. Ja, investe succesvol investeerder zijn is wat anders dan succesvol ondernemer zijn? Ja, en alles vraagt toch focus. Ja. Je hebt wel een investeringsfonds nog met, ja. uh, hoe heet hij nou? Abel, ja. Slippens, ja. Um, uh, dat heet Future Rebels. Ja. Is dat dan ook duidelijk wel de kapstok, dat, je, dat de investeringen die jullie doen is wel food gerelateerd? Ja. Oké. Okay. En daar ben je nog wel bij betrokken, maar je bent ja. met name ook weer met een nieuwe onderneming begonnen. Ja. Wanneer is dat gestart? Want het was weer zo'n idee. Nee, kijk, ik zei gewoon tegen Abel, dan zei ik joh Abel, we hebben nu het fonds eigenlijk opgeïnvesteerd. Ja. Dus dat doe je, je maakt een capital call en je, je in een bedrag. Ja. Dan ga je bedrijven zoeken die erbij passen, dan investeer je. Komt daar rendement uit of niet? En dan is de vraag van, oké, okay, ga je dan een fonds 2 starten? Ja. Of wat ga je dan doen? Ja. En eigenlijk... Zijn we het fonds gestart omdat Aba en ik het heel leuk vinden om samen te werken? Ja. Maar er hoeft niet te zijn dat je het zo groot mogelijk maakt. En dat ik dan een beetje verveelde. Want we hadden natuurlijk een relatief klein fonds, dus dan kan je niet zo. Mm -hmm. dat ga je dan de hele dag doen? Mm -hmm. Dus dan ontstond de ruimte. Ja. En hoe kwam je op vitamines.com? Want dat is zeg maar het nieuwe. Ding. Uh, ding. Nou, van. Ik ging gewoon kijken om me heen van wat gebruik ik nou heel veel en waar ben ik nou heel. Wat, wat past altijd al heel erg bij me, en ik kocht altijd, kocht altijd hele horrende berewet leeg al vanaf vroeger. Dus ik dacht ja, daar een alternatief op is natuurlijk wel cool. Dat was de gedachte. Ja. Uh, en dat werd vitamines.com. Ja. Uh, dat moest je... ook wel een goede naam hebben. Ja. Die domeinnaam was vrees ik al weg. Ja. Was dat een dure was dat dat kostte wel een patiënt om die over te nemen. het kostte wel wat, maar we hebben hem goed gekocht. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hoe het dan over? Of is dat ook geheim? Dat, het? dat kan ik niet zeggen. Nee. <laughs> Zo nieuwsgierig naar. Um, vertel eens, het idee, van idee na start. Wat, want ja. je hebt ervaring. Gaat het dan makkelijker? Uh, je hebt een naam opgebouwd. Er ja. uh, zit er geld in. Neem ons eens mee in dat start. Je ja, hebt er wel veel geld in zitten. Ja. Um, gelijk, duurpand aangehuurd. Beste man van een concurrent weggekocht. Oh ja, meteen. Uh, meteen dacht ik gelijk is... van we beginnen niet op nul. Uh, stomste wat ik ooit had kunnen doen. We hadden, we hadden geen kennis van die branche. Hmm. Wat kom je dan doen eigenlijk? Ja. Uh, dus toen, na een half jaar, gedacht van ja, dit we moeten gewoon, ook al wil je het of niet, ik moet gewoon weer gaan poetsen en ik moet gewoon zelf uitvinden waar toch het wiel zit en hoe dat beter kan. En als ik dat plan heb, dan kunnen we pas weer schalen. Dus toen even weer terug naar de tekentafel geweest. Uh -huh. En dat heeft ons heel erg goed gedaan, want die omzet ging gelijk. Uh, als een vliegwiel uh, weer omhoog. Mm. En, maar dan met weinig kosten. Ja. Dus, dat, dus dat, en wat ik denk ook bij mijn Joni. Kijk, dan vind je als je. zeg je doet 10, 20.000 euro per dag omzet. vind je heel veel als je dat bij mijn Joni vanaf het begin zou doen. Mm -hmm. Nu vind ik. is geld is dus een ander. is relatief geworden. ja dus, uh, In vele dimensies relatief geworden. Ja, dus maar. als ja. je het dan. In mijn optiek doe ik het helemaal niet goed, want ik ben niet Holland en Barrett want dat staat, dat is dat, daar je over, daar je, daar je, overheen. Nee, kijk, ik, ik weet nu ook wel hoe competitief die, die markt is. Uh -huh. Maar daarom zei ik ook aan het begin: van ik zou wel willen dat ik het zelfvertrouwen had als toen in het filmpje. Van het begin, ja, begin. Ja, want dan had ik gedacht: oh ja, tuurlijk ga ik over Holland en, en daar En je, je nu, ja, oké, okay, dat is, is dat dan ouder worden of zo? Wat is dat dan? Dat je, dat je, dat dat minder is. Ja, of misschien dat, dat de competitie is gewoon heel moeilijk, denk ik, van Roland en Barrett. Maar goed, een dokter Utkaanval is dat ook. Uh, en ik denk dat, um, dat ik nu sinds een paar weken dat ik had van, oh ja, deze richting moeten we echt op, dit wordt hem helemaal. En dat ik nu denk, oké, okay, misschien gaat het nu ook wel weer lukken. Hmm. Maar wel misschien. Ben je veel eisend voor jezelf? Ja, ik vind van niet, maar mijn omgeving vindt dat wel. Hmm. Ja, even. Arie Boomsma heeft ook een rol, toch? Of hoe werkt dat? Ja. Hoe was dat, dat van constructie? Nou, ik dacht meer van hoe cool is het als je um, dus blijkbaar goed bent in een product opzetten, dat is voor heel veel mensen moeilijk. Ja. Dus iets opzetten is voor mij heel makkelijk. Dat is twee vingers in mijn neus. Ja. Dus ik dacht, ja, heel veel influencers willen graag een product, maar die hebben dat niet, maar die hebben wel het bereik. Hoe kunnen we dat combineren? ja, nou, eigenlijk Net zoals wat je met een investeringsfonds doet. Dus ja. je investeert een deel. Je koopt een deel van de aandelen en dat is eigenlijk de dus... Hij zit er ook echt in. Ja, hij is aandeelhouder. Ja, ja. Ja, het, dat vond ik dan wel een leukere constructie. Dus, maar Nooit getwijfeld over het feit dat als hij is hier in de studio geweest, Ari, ja. eh, maar wat hij zelf ook zegt hè, ja, er zal altijd een groep mensen zijn die het gewoon een tering enkel Ja. Uh, het is wel een zeg maar iemand met een duidelijke uh, uh, hoe moet je dat zeggen, propositie, signatuur? Ja. de signatuur. Uh, heeft dat twijfel bij of is dat juist goed? Ja, ik kijk daar dan niet zo naar wat anderen daarvan vinden, omdat ik dat hm. hoop dat mensen dat ook niet zo naar mij doen. Ja, ja, ja. Dus ik kijk gewoon, vind ik hem in de basis, het boegbeeld van gezondheid. En past die visie bij hoe gezonde mensen graag zou zien. Ja. Ik zeg dan, niet dat we allemaal met duct tape op onze mond in een ijsbad moeten gaan zitten. Mm. Maar, en nog andere dingen die doen. doet, maar, ja. maar als het gaat om gezond leven, dan uh, doet vind hij het Vind ik hem credible. Ja, yep, absoluut. Waar staat vitamines.com nu? Kun je eens wat dingen, weet ik veel, zijn. Ja, nee, ik denk dat we zeg maar, dat we volgend jaar wel 4, 5 miljoen omzet kunnen doen. Als ja. we zo doorgroeien. Uh, meer dan 20.000 klanten. Hoeveel mensen heb je mensen weer op dienst en alles? Nou, hadden we wel, maar nu even we weer niet. Dus ik ben daar ook van. Helemaal geen mensen in vaste dienst. Nee, omdat ik meer denk van misschien. Uh... Ik heb steeds meer jonge ondernemers hier in de bank die gewoon miljoenen bedrijven runnen. Met bijna geen mensen. Uh, aan boord. Ja, het is bizar wat we de dus afgelopen week hebben gedaan. We hebben dus een database van 75.000 producten. Yeah. En normaal, als je in een supermarkt zou beginnen, dan zou je zeggen: Nou, dit is de pasta, die zet ik in het pastaschap. En zo gaat dat met de webshop ook. Je hebt een supplement en die doe je in een supplementenschap. Yeah. Dat moet je met de hand doen. Wij hebben een integratie gemaakt in een paar dagen met ChatGPT, die dat automatisch doet. Dus je zegt: Oké, okay, hier heb ik 30.000. Vitamine C, hup in dat schap. Daar zouden wij maanden mee bezig zijn met de hand. Graaf, dus je he? kan veel meer met ja. technologie. En in die hoedanigheid denk ik van, nou ja, mensen willen misschien ook niet meer vast op kantoor werken. Als je mensen op kantoor hebt en je bent de CEO, wat ik toch vaak heb als rol, dan moet je er ook altijd zijn, vind ik. Dat is mm -hmm. gewoon een basisvoorwaarde die ik vind. Mm -hmm. Maar ik vind nu ook leven belangrijk, dus ik vind ook mijn kinderen belangrijk. Mm -hmm. Daar wil ik ook voor zijn. En ik wil daar liever voor zijn dan dat ik mensen moet motiveren op kantoor. Dus we hebben nu gekozen om remote first te werken. Ja. Veel freelancers over de hele wereld zijn mensen ook veel goedkoper. Dus je kan nu. Hoe zorg je voor eenheid of voor cultuur? Ja, dat is dus fase 2. Want als je dus nu, nu zien we dus, hé, die groei zit erin. Volgend jaar misschien 4, 5 miljoen omzet. Dan moet je die cultuur gaan creëren. Maar ja. als jij 1, 2 miljoen omzet doet, heb je geen cultuur nodig. Nee. nee. Dus die fase komt nu. Uh, en daarmee dat, dat moet ik dan nog in praktijk brengen, maar ik dacht: je kan beter dan zeggen: Hey, we huren een hub in Barcelona, we gaan daar een weekend werken, wat iedereen ook cool vindt om te doen, en je gaat weer fully inspired weg. Ja. Dat dat een nieuwe vorm wordt, ja. en dat is natuurlijk super interessant. En ik merkte gewoon bij mezelf: van ik pak de vitamines op waar ik mijn Johnny had achtergelaten, ja. maar dit is een ander bedrijf. Dit, dit gaat om gezondheid, ja, dus het is heel anders. Ja. Uh, jij ziet dingen voordat ze er zijn. Uh, ja. Dus, dus uh, paint a picture van vitamines.com is dan. Ja, ik ik hoop met dit dat het gewoon dat dat wel een Holland en kan worden. Alleen dan online. Het, gewoon het online gedeelte. van Holland en geeft dat maar aan mij. Is dat dan ook meteen de potentiële koper of niet? Of bij Nee, niet Ik wil dus bezig? niet verkopen. Nee? nee. Nee. Dit moet gewoon Evergreen. Gewoon. Ja. Ja. Dit is het wel. Ja. Hmm. Dragons' Den, daar heb ik je mee aangekondigd. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee. Uh, hoe staat? Leuk. Ja? Ja. Yeah. Uh, waarom? Ja, ik had op een gegeven moment ik een vision board gemaakt. Dat ik een iemand van een shark op het plaatje. Ja. Yeah. Toen belde ze. Toen dacht ik, oh cool, dat ze, dat, dat ze mij zo zien. Um, heel leuk om gewoon... Het is gewoon voor mij als een kind in een snoepwinkel. Ik zit in een stoel. Ik hoef geen klap te doen. <laughs> en ik zie de hele dag de gaafste dingen voorbij komen. Dat vind ik leuk. Gewoon ja. twaalf pitches per dag zie je. En dan kan je nadenken, oh ja, hoe is dat voor mij? Wat zou ik doen? En, gewoon, ja. en, en komen daar ook echt investeringen uit? Want dat is dan vaak de discussie met deze de, de, de tv-formats. Ja. Uh, het wordt natuurlijk niet echt, er worden geen contracten getekend op tv. Er wordt het is een soort van intentie die, uh, die je afgeeft. Komen Zo ook voelt ook echt... dat niet hoor, vind ik. Nee, Oké. Okay. Maar het... ja, maar goed, om op basis van een pitch van vijf minuten daadwerkelijk te tekenen, kan me voorstellen dat er wel iets meer moet gebeuren dan dat. Ja, en je hebt het natuurlijk in de achterschermen een uur de tijd. Ja, precies. Maar komen er echte de deals uit? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, en ook wel leuke. En ook samen met de andere investeerders? Ja, die, va die gaan vaak dan toch minder goed, bij mij, was mijn ervaring. Ah, oké. Okay. Omdat je dan samen met z'n tweeën op zo'n zo klein bedrijfje gaat zitten met je team. Dat het moeilijker is. Ah. We, ik heb er wel één met iemand, maar ja. Jij bent nog super jong, hè? Ja, vind jij. Ja, ja dat meisje van 25 had mij nu heel oud gevonden. Ja, dat is waar. Jij bent nu, ja, we het wel uitrekenen. Nee, je bent negen jaar, vierendertig. Ja. ja, kinderen, heb je het over nu? Z ja, ik heb er inmiddels twee. Ja. Inmiddels twee. Een blakende gezondheid allebei. Ja. Um, ze noemt wel als vroeg pieken of zo, hè? Heb jij maak jij je druk om? Uh, want jij moet nog heel, jij gaat nog heel lang leven. Ja, en dan kun je zeggen van nu van vitamines.com is een evergreen en maar, weet je, en met 60... al die vitamines zo gezond, zo lang waarschijnlijk ook nog heel lang. Ja, maar hoe zie jij je? Denk jij denk jij lange termijn? Ja, schets dat is dat plaatje van Manon richting, weet ik veel, 50, 60 jaar of ga ik dan echt te ver? Nee, nee, ik kan het wel uitbeelden? Nou, nou kijk, ik denk dus dat, dat me, dat ik zeg maar nu, dat dit mijn fase is om nog een keer een bedrijf heel groot te maken. Ja dat ik aanblijf uh, de komende vijf jaar en dat ik het echt wel ik zou het in mijn zou het heel mooi vinden als ik het echt 50 miljoen plus kan laten draaien mm -hmm. dus dat ik dat heb gedaan heb ik dat afgerond blijf ik aandeelhouder zet ik er een goede CEO op woon inmiddels dan deels in Nederland deels in het buitenland en dat, dat. ja ja maar ik moet wel iets om handen hebben want dat was dus naar mijn Johnny van ik moet wel iets hebben ja niet gaan zitten niks ja. de, en, heb jij hobby's of zoiets ja werken <laughs> heb je geen de, buiten werk heb je niks ja dat, ik ga nu ik mijn vriend zei schrijf dan in voor een marathon maar dat heb ik dan maar gedaan uh, dus maar, die ga, die ga je nu doen ja maar dan doe ik hem gewoon omdat ik denk oké okay, dan loop ik hem wel <laughs> maar niet omdat ik dat leuk vind om te trainen of zo mm. is ja vrienden ja reizen maar Um, mag ik jou danken voor je uh, open verhaal uh, yeah. Manon. En, uh, Sorry, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Nee, ja, ik vond het echt superleuk super dat je er was. En uh, ik uh, inspiratie denk ik voor veel uh, jonge kijkers. Uh, ik wens je heel veel uh, succes. En ja, weet ik, een jaartje of vijf. Dan yeah. uh, stel ik voor dat we elkaar weer zien. Helemaal ja, goed. Kijken of je die 50 miljoen hebt aangetikt. Ja, dat zou ja. mooi zijn. Ook een beetje als toch een beetje een soort van revanche na uh, Magioni en uh, Utker, toch? Dat je toch dat je nu denkt van nu knal ik hem wel echt door. Ja, en het geloof dat je dat dan zelf dus wel kan. Dus dat je geen verkoop ja. nodig hebt om het ja. zelf te doen. Ja. Ik hoop dat je de, de potentiële kopers buiten de deur kan houden. Ja. Als het succesvol wordt. En doe de groetjes aan Arie. Doe ik. Dank dankjewel je. Manon. Ja. En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVD TV. Heb je nou zitten kijken uh, op YouTube? Uh, hieronder kun je abonneren. En zit je te luisteren uh, naar de podcast? Dan kun je ook daar abonneren op CVD TV. We maken twee van dit soort gesprekken per week. staan er inmiddels 1200 op nu. Bedankt voor het kijken. Hoi.